dit is Bonshow. Bonshow. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. Nick Veen tegen Chopper, dat is een van de kwartfinale battles die we gaan krijgen, de 27e. En ik denk wel dat het een hele goede battle kan worden. Ja, Nick Veen versus Chopper. Ja, dat wordt een interessante match. Ik denk dat het een leuke match kan zijn. Ik weet niet of ik er helemaal blij mee ben als dat dit een kwartfinale is. Dat het zover heeft mogen komen. Maar dat is gewoon hoe de omstandigheden zijn geweest. En niks ten nadele van beide heren. Want ze doen allebei keihard hun best om zo goed mogelijk de battles neer te zetten. En daar heb ik alleen maar respect voor. Ja, hij is niet zomaar voor niks door. Hij was wel consistent. Hij is wel voorbereid tijdens Ramadan. Dus ja, respect voor dat. Big up. Dus ik verwacht wel dat Chopper nog extra gas gaat geven nu. Omdat hij nu geen Ramadan heeft natuurlijk. Nick Veen versus Chopper. Nou ja, Chopper natuurlijk vorige keer doorgegaan door het grote Waldo-incident. Zei zelf toen al van ja, ik heb Ramadan gehad. Het was heel lastig om te schrijven, voor te bereiden, maar het is wel gebeurd. Chopper is natuurlijk een beetje controversieel ding, omdat ja, veel mensen zeggen ja, moet hij dan nou eigenlijk door? Waldo dit, Waldo dat. Ik hoop nog steeds dat Chopper inhoudelijk qua gewoon leuke punchlines weer sterker komt en leert. Omdat het soms niet alleen om delivery draait, flow en rijmschema's, maar dat we ook gewoon echt willen lachen en mensen kapot willen zien gaan. Maak kennis met de Nederlandse Dovenschmidt. Bereken bars met zijn calculator. 2017 komt hij poelen op een wet cabriolator. Nick Veen had in het verleden hadden heel veel mensen moeite met zijn accent en met de manier hoe hij best wel snel zijn woorden zinnen uitbrengt. Ik denk dat het nu veel minder is. Mensen zijn heel veel meer gewend geraakt aan de manier hoe hij spreekt, de manier hoe hij battelt. En je ziet dat hem ook veel meer crowd response geeft in battles en dat hem ook een soort van meer zelfvertrouwen heeft gegeven. Dus ik denk dat hij daarom heel erg aan het groeien is. Mensen kunnen hem wel altijd niet verstaan zogenaamd en bla 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 en niet verder luisteren dan wat hij allemaal zegt. Maar dat is natuurlijk een delivery ding, maar Nick is wel... Nick is qua bars een killer, maar ook tegen Popjongen gooide die weer bar op bar op bar. Nick Veen in zijn A-game zit, is het fire, man. Dus als hij hier en daar wat extra pauzes en wat extra showmanship, dus een beetje de show eromheen, dat hij nog veel toffer gaat komen. Nick Veen is een veteraan van seizoen 1, weet je, dus hij moet goed komen, man. Ja, Nick Veen, nog steeds voor mij qua bars. Een van de toppers van Punch-Out, man. Wat is jouw flow toch? Godverdomme lekker! Tot hij buiten adem is en dan nog 5 seconden sterft. Want misschien dat je met je inhalator wel een kans gemaakt had. Maar Snorlax rolt on stage en doet zijn astma aanval. De hoogtepunten van Chopper dit seizoen. Chopper moet in die modus gaan waarin hij was bij CLNT Clint. Hoe je het ook uitspreekt. En dan dat even keer 10 doen, dan kan Chopper verrassen, man. Als het tegen jou was, tegen Clint. Chopper tegen Clint vond ik Chopper zijn beste performance. Dat hij zeg maar dat Aziatische ging nadoen. En daar deed hij gewoon echt een character, assassination. Dat is mijn advies voor Chopper. Kijk naar je allerbeste battle. Zoom in op die battle. Kijk welk moment je crowdreactie krijgt. En copy-paste dat over heel je fucking battle, man. Dat is easy. Dat moet je doen, man. Nou, had ik toen ook verwacht dat hij zeg maar in die richting door zou groeien. En toen hij dat niet deed, dan vond ik dat, ja, was ik een beetje, vond ik jammer. Omdat het juist toen zo lekker ging. Dus Chopper Clint was tot nu toe mijn favoriete Chopper. Jij bent nog vettiger dan Friet. Kom ik in zijn moeders wokrestaurant in €1,90 alsjeblieft. Yeah. En jij komt hier, zo plat als ik mij. Jij smokt in de Chinese wiet, volgens mij is deze Fuyong high. Ja, ik vind Nick Veen heb ik eigenlijk altijd wel een dope battle MC gevonden. Nick Veen is gewoon bar heavy, deze man. Hij moet gewoon eten, hoor. Hij moet gewoon die bars gewoon brengen die hij altijd brengt. Mag gewoon proberen de connectie met het publiek te maken. Dus dat is wat meer. Als ik dan dit dan. Ah! Okay, ik denk dat dan zijn bars veel beter aan zouden komen. Want echt, aan zijn bars ligt het echt niet. En ook zijn Engels zijn goed. Zo. Je ziet hem bijna nooit stambelen, je ziet hem bijna nooit. Niet zeg maar weten waar hij mee bezig is, snap je? En dat vind ik heel. Ik denk dat hij in de next gen zelf ook gewoon
next gen is gegaan ofzo. En dat vind ik echt leuk. Door timing, door delivery, door bepaalde torietjes klein beetje fine-tunen. En het, is, en het komt goed. Ik vind Nick eigenlijk gewoon altijd wel gewoon hard, weet je. De tofste Nick tot nu toe was samen met Mitch, vond ik. Nick Veen heeft de bars, hij moet gewoon zorgen dat ze aankomen. Soms denk ik dat hij gewoon wat meer rust moet pakken in zijn performance. Dat zijn hoogtepunt eigenlijk het beginnen was in Next Gen. Want ik heb het gevoel dat toen hij begon bij Next Gen, dat hij veel meer, veel zelfverzekerder was in wat voor soort battle MC hij wil neerzetten. En dat hij veel meer achter zichzelf ook als profiel of als product stond, zeg maar. Je kan er ook niks aan doen. Alles wat je probeert gaat het mis. Battelt nu die kleine limbo terwijl de Lubbock geen lager ligt. Besef dat al die extra ponden en je bruine flap geen meerwaarde is wanneer je uit je broek scheurt als je mediteert in kleermakers zit. Oeh, Nick vindt Chopper wie er gaat winnen. Dat is wel een moeilijke, man. Ik denk dat Nick Veen gaat winnen. Winnaar tussen Chopper en Nick Veen. Nou, het leuke is dat mensen hadden verwacht dat Waldo zou winnen. Maar Chopper kwam gewoon met de opzet, door omstandigheden, maar hey, toch, hij kwam wel met de opzet natuurlijk. Als Chopper zeg maar, hetzelfde gaat doen als wat hij tegen Clint deed, en hij gaat heel Limburg belachelijk maken en hij komt met Limburgse vlaaien en als hij gewoon alles uit de kast trekt. Ik bedoel, er is genoeg aan Nick om belachelijk te maken. Ik denk zeg maar, als hun allebei battelen als hoe wij hun kennen, zeg maar, van hun afgelopen battles, denk ik dat Nick Veen het wel gaat pakken. Een rabbit uit de hoed toveren, man. Hij moet echt kijken wat hij het beste doet in zijn beste battle. Dat keer 10 doen. Zorgen dat hij tenminste niet slipt. En dan als Nick Veen wel slipt, heeft hij hem. Net als met Waldo, zeg maar, weet je. Maar hij moet dat wel doen. En hij moet daar wel echt al heel lang gelijk mee bezig zijn gegaan. Maar ik denk dat als Chopper nu, zeg maar, dus met extra vuur komt omdat hij zichzelf extra wil bewijzen en veel meer in dat theatrale gaat zitten, dat Nick Veen het wel heel moeilijk aan gaat krijgen. Chopper heeft daar misschien meer tijd en moeite mee, maar ik denk als hij die tijd en moeite echt investeert, dat hij het wel zou kunnen. Chopper moet gewoon zorgen dat hij gewoon alles eruit had wat eruit valt te halen. Zijn eigen overstijgen zelfs, man. Ik denk wel dat omdat zoveel mensen, zeg maar, commentaar hebben gehad op ja, Chopper verdient het niet, Chopper dit, Chopper dat. Ik denk dat hij nu wel zoiets heeft van ja. En ik hoop dat hij dit soort dingen ziet en hoort en denkt van nee, moet opletten! En dat hij het wel doet, want ik bedoel, ik gun het ze allebei. Maar als ik mijn Unibet money moet zetten, gaat het naar Nick Veen, man. Nick Veen is te ervaren, weet je. Chopper is wel de surprise guy, maar Nick Veen is te ervaren. Hij is er vanaf seizoen 1 bij, vroeg best wel nog in seizoen 1. Dus als Nick Veen gewoon doet wat hij moet doen, zou hij deze in de pocket moeten hebben, man. Ja, yes, sir. Het is natuurlijk noodzakelijk dat jij aanwezig bent, 27 augustus vanaf 1 uur in plan C. We hebben domme kwartfinale battles, Giant tegen Steph, Chiefs gaat battelen, het wordt crazy. We hebben natuurlijk ook de nieuwe MC's die gaan battelen voor een nieuwe plek in de nieuwe league. Dus koop je kaartjes nu online, punchoutbattles.nl, zorg dat je nog die goedkope kaartjes pakt, want aan de deur is gewoon duurder. Mag ook, maar toch. Koop iets, man, ik zie je daar.